De samenwerking tussen Suriname en het Internationaal Monetair Fonds IMF gaat door. President Chandrika Prasad Santokhi zei gisteren in de Nationale Assemblée dat er in de afgelopen periode onrust in de samenleving is ontstaan door berichtgevingen die suggereren dat IMF zich terugtrekt uit de samenwerking met Suriname. IMF zou in maart weer een beoordeling uitvoeren voor Suriname, echter is deze niet doorgegaan. Hiermee heeft Suriname al 3 tranches van geld gemist uit de samenwerking met IMF. President Santokhi zegt dat de onrust die ontstaat door speculatie en onjuiste berichtgeving impact heeft op de samenleving. Ja, natuurlijk zullen zeker speculaties en onjuiste informatie leiden tot zodanige ongerustheid dat ook kleine spaarders hun kleine SRD's willen omzetten in valuta, omdat men niet weet wat die koers morgen zal zijn. En we hebben die statistieken gezien, meneer voorzitter, van de cambio's en de centrale bank. En er is een enorme toename, aanloop van personen om kleine bedragen om te zetten. Meneer voorzitter, die allemaal niet nodig zijn. De voorzitter, besprekingen met IMF zijn aan de gang. En er wordt dagelijks gesproken. De president erkent dat er binnen de samenwerking met het IMF wat vertragingen en uitdagingen zijn die opgelost moeten worden. Hiervoor heeft Suriname een technisch en ministerieel team die onderhandelt met het technisch team van IMF. De president benadrukt dat zowel Suriname als IMF zich eraan heeft gecommitteerd om de samenwerking voort te zetten. De samenwerking is volgens Santokhi gebaseerd op een samenwerkingsovereenkomst. We kunnen wel zeggen dat in het kader van de herstel, van het herstel van onze economie, het weer op spoor brengen van onze economie, we inderdaad als gevolg van die samenwerking met het IMF heel wat zaken niet mogen. Dat we inderdaad wat beperkingen hebben. Maar daarnaast, meneer voorzitter, zijn er wel heel wat zaken die we wel kunnen doen. En die wel mogen doen. En die we ook zullen doen. Meneer voorzitter, in het kader van de koersbeheersing. De afbouw en ombuiging van subsidies, het beperken van leningen, behoren volgens de president allemaal tot de afspraken welke met het IMF zijn gemaakt. Ook mag de koers niet worden vastgezet, omdat alleen de Centrale Bank van Suriname en wel onder strenge voorwaarden mag interveneren en reserves moet accumuleren.